Gelukkig hebben wij een jonge beeldbrenger, Armin, en die is daar even gaan kijken. Daar gaan we nu even naar kijken. Hoi, ik ben Armin van Beeldbrengers en ik ga vandaag naar de Nimma Druivenmarkt bij het Nimma Terrein bij Vaassen. Ja, de Nimma Druivenmarkt is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 6 uur. De Nimma Druivenmarkt is een initiatief van Niels Ros. Hij heeft het bedacht, want hij is zelf festivalketeraar en de festivals gaan natuurlijk niet door. Hij en andere keteraars staan nu op het Nimma Terrein met een markt. Nemen we de gehaktballen. Dank u wel. Nou, we staan nu dus op het Nimma Terrein en we gaan zo meteen een interview afleggen met de initiatiefnemer. En ja, daar wacht ik nu even op. Misschien kunnen vertellen over het concept dat u bedacht heeft. Ja, wij dachten we kunnen dit jaar allemaal helemaal niks doen. Dus we zijn eigenlijk een drive-in begonnen waar alle ondernemers die getroffen zijn, andere cateraars, restaurants die dicht zitten of andere plekken die nu niet open kunnen zijn door de coronacrisis, die kunnen dan via ons hun eten aanbieden. En ik bied natuurlijk ook ons eigen eten aan. Wij zijn zelf ook festivalcateraar. En we proberen zo voor iedereen een zakcentje binnen te krijgen in deze tijd. Normaal staan wij bijvoorbeeld op Lowlands of Down the Rabbit Hole, Zwarte Cross, Concertatie. En dan komen de mensen specifiek voor een concert en die gaan een dag feesten. En die hebben dan ook honger natuurlijk ergens op de dag. En nu is het ook meer publiek die gewoon ook anders naar de supermarkt zou rijden en nu langskomt. Hoe lang denkt u deze crisis nog te kunnen volhouden? Nou, dat hangt dan vanaf als nou heel veel mensen naar jou kijken en allemaal in de auto springen en hier naartoe komen, dan kunnen we nog een heel lang volhouden. En denkt u tot de festivals nog lang op zich laten wachten? Ja, dat weet ik wel zeker. Dus in ieder geval 1 jaar. En wat ze eigenlijk nu gisteren hebben doorgegeven, of vanuit de overheid, is dat het misschien wel 2 jaar niet door kan gaan, omdat er eerst een goed vaccin moet zijn. Dus dan zouden we tot niet volgend jaar mei moeten wachten, maar het jaar erop mei. Dus dat is wel echt heel erg lang. En gaat er dan ook zo lang door met deze markt? Als er animo voor is, zeker. We willen elke week een stukje meer doen. Meer kraampjes erbij, maar dan moeten er ook weer eerst meer mensen komen. Dus we beginnen op deze manier. Misschien als de terrassen open gaan, dan kunnen mensen hier ook ergens op een bankje bereid eten gaan opeten. We gaan kijken tot hoever we het kunnen laten groeien. Nou, dit was de Nimma Druivenmarkt. Het is super leuk. Ik zeg, ga met z'n allen erheen. Koop lekker wat dingen. We gaan zo meteen naar proeven of het lekker is. Dat ga je denk ik niet zien. Dat gaan we vanavond doen. Maar in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze reportage. En ik ga allemaal naar de Nimma Druivenmarkt op het Nimma Terrein. Later. Yo, ik vind dit dus echt een vet goed initiatief, hè. Ja, maat. Ik bedoel, allereerst, jij hoeft je geen zorgen meer te maken over je avondeten, want volgens mij is dit dus elke avond, of bijna elke dag. I don't know, man. Ik ga het zeker een keer checken, man.